Gebaseerd op onze Rodenbach Grand Cru hebben we in 1986 voor de eerste keer een kriekbier gemaakt in de brouwerij. Voor de herdenking van 200 jaar Alexander Rodenbach, de eerste stichter en eigenaar van de brouwerij. Het bier is gebaseerd op een groot gedeelte oud gerijbier, 2 jaar op eikenhouten vaten, een klein beetje jong bier en dan zure rode krieken. In de neus hebben we heel veel kriek, maar ook een klein beetje amandel, komende van de kriekenpitten. Dezelfde smaken herkennen we die we ook in de neus hebben. En het bier gaat perfect samen met geroosterde eendenborst en veenbessen. Maar ook als een dessertbier kun je dit bier perfect gaan matchen met vanilleijs, een klein beetje munt en warme krieken. Cheers!